Hey yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe episode van Zoo Tycoon 2 de Durpzoo. En jawel, dit is episode 10, we hebben dubbele cijfers, eindelijk, jee. Yeah. Nou, hoeveel tijd, wat, 3 maanden of zo? I don't know, maar in ieder geval, ik heb dus in principe al eerlijk gezegd, ik ga veel meer Durpzoo uitbrengen. En volgens mij lukt dat nu ook, want... ja, ik heb gemerkt dat naarmate ik meer abonnees kreeg, dat er ook meer mensen in de Durpzoo gaan kijken. En wel, als er meer mensen kijken, ja, dan laten ze ook weer comments achter met dieren natuurlijk. En wel, dat heb ik vooral onder episode 9 gemerkt. Want wel, ik heb, wat was het, 10 comments of zo? Nee, 15 volgens mij. Eén iemand zei struisvogel, koala, panda, husky, mandril, dolfijn, lynx, octopus, dingo's, een lep. Of een Iliaptor, I don't know, of een sabeltandtijger of een jaguar. Dus ja, ik moet uit één van die dingen iets gaan kiezen. Even kijken, wat ik ga doen is, ik ga denk ik wel gewoon even in de zoo en dan gaan we daar maar eens kijken welk die het leukst uitziet. Dus ja, maar goed, meer Durpzoo dus. Ik, kijk, jaguar, lol, cats. Maar ik ga dus echt meer Durpzoo uitbrengen. Ik heb het al heel veel vaak gezegd, maar ik wil er gewoon nog even extra over beginnen. Omdat wel, het lukt nu dus ook. Want wel, het lukte toen niet echt. En nu gaat het ook echt gewoon lukken. En wel, het zou gewoon nog geweldig zijn als er ook wat meer, nog steeds meer mensen gingen, ja, commenten met dieren en alles. Even kijken, Dodo 6 was een voorplant. Oké, doei Dodo, dus Dodo 6. Doei doei. Even kijken, goed, dan moeten we even een leeg plekje natuurlijk vinden. Even kijken, goed. Wat is een goed plek voor een nieuw dier? Ik denk hier zo, want hier hebben we wel genoeg ruimte voor eventueel een leuk dier. Even kijken, goed, wel. Struisvogel, dat hebben we. Een koala, panda's. Hey, weet je wat jongens? Ik vind de struisvogel eigenlijk wel heel goed, want moet je maar eens kijken op de kaart. We hebben nog geen enkel... ja, hoe noem je dat? Savanneverblijf, want dit is Noordelijk Bos volgens mij. Dit ook zoiets. Dit is regenwoud, dit is moeras, dit is moeras, dit is natuurlijk gewoon ja, water, dit is Noordelijk Bos, dit is tropisch regenwoud, dit is ja, kreupelhout. Dus ik heb nog helemaal niks met savanne natuurlijk. Dus ja, struisvogel is wel leuk natuurlijk. Even kijken. Savanne. Oké, wie is struisvogel? Oké, struisvogel dus. En wel, ik kan er nog wel extra dieren bij doen natuurlijk, daar niet van. Even kijken, we kunnen misschien wel een heel groot verblijf gaan maken of zo voor struisvogels. Voor die dieren. Ja, we kunnen hier wel iets van een savanne ding gaan maken of zo. Ja, laten we dat maar gewoon doen. Een lekkere lange episode vandaag. Dat is wel fijn. Of nou, misschien knip ik het wel op in 2 delen, I don't know. Even kijken, goed. Wel, welke dieren gaan we doen? Wel, we gaan struisvogel doen. Even kijken, oh mijn god, dit ding is epic. Even kijken, doen we die er misschien bij? Of nou, dan zien we het allemaal wel. Even kijken, goed. Even kijken, moet ik misschien even kijken wat voor hek. Even kijken, ja. Oké, dan moeten we denk ik gewoon ijzeren omheining gaan doen. Want als die twee het aan kunnen, even kijken, kan jij dat ook ijzeren omheining? Ja, oké, dan doen we gewoon ijzeren omheining. Even kijken, dan gaan we even winnen. Dus trouwens, volgende natuurlijk, want dat gaat in principe allemaal om. Dus ijzeren omheining. Goed, wel. Hier langs natuurlijk. Even kijken, oh wacht, ik moet het eerst even een beetje vlak maken natuurlijk, want anders dan worden wij ook niet vrolijk. Even kijken. Ja, kijk, ik dacht dat het dat overeind stond. Oké, goed zo. Wel, nou moeten we dus even gaan kijken. Even kijken. Ik denk zoiets als dit. Zo. En dan zoiets als dit. En dan hierheen. Oh, dat is ook een beetje klein. Een beetje smalletjes. Even kijken. Dan moeten we dat wel wat verder terug doen. Doen we dat? Ja, waar? Nou, hier. Doen we dat hier. Zo, oké. Helemaal prima. En dan hier en dan hier. Kijk eens aan zo. Even kijken, ik wil hier zo'n mooie bocht in. Moet wel kunnen toch? Ja, oké. Nou, even kijken op de kaart. Kaart. Oké, dit stuk. Dus het wordt 1 grote savanne met heel veel dieren. Dus in principe. En wel, dat wordt best wel cool dus. Even kijken, we hebben de struisvogels. Moeten we even terug naar savanne natuurlijk. Ik heb het al een keer verteld dat we dit misschien zouden doen. Olifant dus. En misschien gaan we hier nog wel een safari doen of zo. I don't know. In ieder geval. Het lijkt me wel cool om gewoon een hele grote savanne te maken. Even kijken. Goed, dan even zo. En dan savanne. Dat doen we gewoon gras, denk ik. Met alles aan. Jee, zo, oké. Okay. Goed, nu kunnen we dus lekker tekeer gaan. Want dit gaat. Dit bespaart mij echt wel 10 minuten. Nou, dit verblijft al, hè. Er zitten bomen en alles. Even kijken, zo. Ja, als de zoo 5 sterren is in principe, dan is het in principe ook wel klaar, denk ik.
Want wel, wat hebben we dan nog meer allemaal nodig? Want wel, dan hebben we alles in principe al. Je kunt niet meer echt meer doen, want tegen die tijd is de zoek al vol, denk ik. Even kijken, zo, zetten we hier zo'n olifantenhuis neer. Met de boom natuurlijk. Zo'n mooi boom, zo naast het verblijf, zo staat het. Staat gewoon wel hip. Even kijken, zetten we hier zo'n ding neer. Even kijken, goed. Nou, de olifant. Gaan we eerst alles voor de olifant regelen? Even kijken, zetten we even een trog met water hier zo neer, denk ik. Ah, oh, wat een prachtig tafereel. Even kijken, hooi. Hooi natuurlijk, olifant heeft hooi nodig. Wat nog meer eigenlijk? Oh, zo'n ding, ja, die vinden ze altijd heel leuk en lekker ook. Het eet ze altijd heel vaak uit, ook in die dierentuin. Ik zou waarschijnlijk wel heel veel gezeik krijgen met olifant, dit en dat kan het niet eten of zoiets. Zo altijd super falend. Even kijken, oké. En dan doen we wat acacia bladeren erbij. Zo, dan heeft de olifant wel genoeg eten, denk ik, of niet? Nee, dan doen we nog wat takken erbij. Prima, prima, nog wat takjes. Oké, zo, dan is in principe alles voor de olifant qua eten klaar. Dan leggen we nog even wat speelgoed hier neer. Zo, band en wat van dit schrup. Even kijken, en moet er even een schilderding erbij of zo, niet? Ja, oké, zit er weer zo'n schildergeval neer. Even kijken, dit moet wel weg. Want anders kan de olifant er niet bij, zo. Even kijken, kijk dan, dit is veel te groot, dit. Even kijken, oké. Ja, ik moet wel een hele hoop remodeling doen, hoor. Maar qua planten alleen al is het al dan goed. Even kijken, zo. Kijk, ik kan wel wat van die grote dingen allemaal neerzetten, maar... Het is even kijken natuurlijk, want het neemt allemaal wel erg veel ruimte in beslag. En dat is natuurlijk iets wat redelijk jammer is. Even kijken. Dan doen we even wat water. Dan doen we gewoon een klein, ja, weet ik veel, vijver hier of zo. I don't know. Kunnen ze in baden of I don't know. Zoiets als dit zetten we prima. Zetten we, oh, dat kunnen we niet inzetten. Lolcats. Steen. Zetten we een grote steen in. Huppakee, zo. Oké, okay, wel, speelgoed is in principe wel prima. Even kijken, wat vijgen zo. Of drains of zo. Holy shit, die dingen zijn duur. Even kijken, nou heeft de olifant alles wat ze hartje begeert. Ik denk nog dat er wat meer gras en zo bij moet. Even kijken, en hebben we nog wat dan? Ja, grote plekken met gras. Oké, okay. Dan wil ik nog wat bomen erbij. Het is een beetje smalletjes allemaal, dus ik moet wel goed kijken waar ik alles plaats natuurlijk. Weet je wat, ik vind het in principe wel prima. Even kijken, halen we die nog weg en zetten we dus een grote acacia neer. Dit is goed. Oh, wacht, dan halen we die ook weg en zetten we hier ook een grote acacia. Zodat we in ieder geval een beetje schaduw hebben hier. Die even weg. Boom. Kijk, dan plaatsen we gewoon die drinkbak. Hier of zo. Sure, doen we dat daar. Nou, in principe is dit al goed en klaar. Even kijken, ik maak even een pad afvast. En dan staat ook klaar. Hoef dat ook niet meer te doen. Zo. Savanne. Is wel mooi. Oké. Okay. Even pla. Oh mijn god, een stofzuiger. Geweldig. Even kijken, even die. Oh jezus, nee, oké. Okay. Zo. Nou, we hebben de stofzuiger op de achtergrond. Dit is heel fijn. Even kijken, goed. Wel, nou, dan kan de olifant er in principe al in, hè. Zetten we een mannetjesolifant en een vrouwtjesolifant. Goed. Nou, natuurlijk gaan we even voor de struis volgen, want dat moet wel even. Maar ik wou even de olifant doen, omdat het het grootste dier is natuurlijk. Even kijken. Goed, struis volgen. Nou, huis. Wat heb jij voor huis? Oh, niks. Oké, okay, dat is leuk. Eten. Wat vind jij lekker? Even kijken. Dit vind jij allemaal lekker. Oké, okay, dan leggen we dit allemaal even voor de struisvogel hier neer zo. Nou, dus dit zeg maar de plek voor de... Hey! Ja, godverdomme. Oké, okay, ik heb met dit schokkel. Oh, flesje ST. Nice. Oh mijn jezus, nee. Waarom zitten die dingen? Wel, nu, dit is leuk. Ja, dus, kijk, daar is mijn shirt goed voor. Heb je meer grip, hè? Oh mijn jezus, hé. Hey. Oh. Oké. Okay. Oh, zo. Oh. Jongens, het voelt alsof ik dood ging. Oké, okay, eten voor de struisvol. Speeltjes. Wat grote pursuitballen in het water. En wat kleine balletjes en wat van dit soort. Oké, okay, nou, struisvogel 1, 2, oké. Okay. Door twee vrouwtjes, een soort kudde is het dan, oké. Okay. Nou, even kijken, dan hebben we nog wel plek voor... Ja, wat dieren, denk ik. We hebben nog plek voor één dier, oké. Okay. Savanne, wil je er een leeuw bij of zo? Nee hoor. Ik wou er het zwijnenbeest bij doen, maar... Het reuze of rattenzwijnen, wat is dit voor ding? Sabelantilopen, lelijk. Cheetah, nee, dat moeten we ook niet doen natuurlijk. Zebra is ook lelijk. Wilde hond.
Nee, daar gaan we nog wel wat voor doen, alleen niet hier. Ik denk toch dat het een reuze verrats wel echt leuk zou zijn. Ja, doen we dat gewoon. Ja, dat was de dop van dat ding. Even weghalen. Maken we hier het huis voor het frattenzwijn-ding. Eten. Wat vind jij lekker? Wel, termietheuvels. Oké, dan hier wat termietheuvels voor jou. Een waterbak-ding. Oké. Ik heb de olifant nog niet gehoord over gezeik van beest kan er niet bij of zo. Bij eten, weet je wel. Even kijken. Nou, zo'n boomstronk met mieren of zo is wel leuk en lekker, denk ik. Ja, ik weet het niet natuurlijk. Ik vind dat allemaal niet lekker. Maar goed, even kijken. Zo leggen we nog wat wortels hier neer. Zo, dat is ook wel fijn, denk ik. Ja, die kan ik weer weghalen. Geweldig. Want we moeten zo. Speelgoed. Even kijken. Oh, zo'n liksteen. Nog een liksteen. Een vat. En hier nog een vat. Piepbeestjes. Scratching post. Zet ik hier nog een scratching post neer. Wel, dan was dat, denk ik. Goed, bomen. Gaan we even verder met de bomen. Want het is wel een beetje armtierig. Even kijken. Oh mijn god, ik moet wel een personeelsingang erbij zetten natuurlijk. Logets. En dan hier nog één. Ik zet er gewoon drie in. Zo. Oké. Wel, verder met de bomen in principe dan dus. Oké, boom. Wat is dit nou weer dan? Oh, oké. Boom, 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 boom. Oké. Laat het maar lekker dicht begroeid zijn. Helemaal prima. Oké, hier nog één, hier nog één, hier nog één. Daar nog één. En dan kan ik hier nog wat van die. Ja, oké, perfect. Nou, wat van het grote gras nog natuurlijk. Dat is altijd wel fijn om te hebben. Wat van dit? Oké, dit wordt een mooi verblijf. Oké, dan gaan we maar eens het fratswijn doen. Even kijken, een vrouwtje en een mannetje. Oké, gaan we even in guest mode. Holy shit, ziet er best wel episch uit. Mooie savanne hebben we hier zo. Met uitgestorven dieren en dieren die niet zijn uitgestorven. Wow, dit is eigenlijk best wel lijp. Oké, mijn god, die beesten zijn cool. Lol. Zo, haha. Zo, maar mijn keel is holy shit lag. Mijn keel is weer goed. Ik voel dat ik zo vreemd erop en ik heb. What the fuck was dat? Ik lag weer, kutzooi. Oké, nou in ieder geval, het zal wel weggaan, denk ik. Het zal waarschijnlijk iets zijn met mijn computer. I don't know. De computer is stuk nieuw. Dan ben ik echt fucked, jongen. Dat gaat me echt wel geld kosten. Als mijn computer kapot is, holy shit, man. Hoe ik dat dan moet betalen? I don't know. Hallo, olifant. Hallo olifant. Oh, je was helemaal smerig. Waarom ben je helemaal vies? Waarom ben je vies, hè? Ja, sorry, je bent schoon, oké. Is dat een roze olifant? Ik heb een roze olifant, yay! Maar goed, eens even kijken. Nou, ik vind het er wel chill uitzien hier zo. Oh my god, wat is dit voor episch ding? Oh ja, dat zijn die rare dingen. Ik snap niet dat olifanten die dingen lekker vinden, man. Ze zitten onder de stekels. Hier kunnen ze verven, oké. Oh, de struisvogels, daar moet ook nog langs. Oei, tu. Boom. Oké. Mission accomplished. Hallo. Dodo 2 heeft enorme dorst. Oké. Trouwens, voor gooi even wassen. Oké, wel. Ik zal er maar even naartoe gaan. Dodo 2 heeft enorme dorst. Oké, wel. Dodo 2 is geadopteerd. Oké, geweldig. Even kijken. Kunnen die dodo's allemaal nog wat kindjes krijgen dan? Even kijken. We hebben hier een mannetje, denk ik. Of wat is dit voor ding? Op donder met je grote grot. Ik wil gewoon die dodo. Oké. Wat is het voor beest? Dit is een mannetje. En dan moet ik dan nog even een vrouwtje gaan vinden. Is dit een vrouwtje? Dat is ook een mannetje. Holy shit. Dodo 5. Is dat een vrouwtje? En dan wat Dodo 3. Dat is ook een mannetje. Oké, Dodo 3 is een mannetje. Dodo 1 is een mannetje. En Dodo 5? Is dat ook een mannetje? Mannetje, mannetje. En dan hebben we nog meer dodo's. Zet ik er gewoon een vrouwtje dodo bij? I don't know. Vrouwtje dodo, zo. Grijze wolf 6 volwassen geworden. Holy shit, man. Het gaat echt fucking epic met die ster van ons. Even kijken. Nou, dit is de zoo dus. Holy shit. Dat is toch maar top ook. Dit is best wel epic. Gaan we hier even heen. En dan gaan we even
Denk ik. Oh, wacht, oh, wacht, 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 wacht. Ik heb iets supercools. Even kijken, hebben we dat hier? Ja. Alleen wat is het dan? Grijzewolf 7. Tijgerfontein, leeuwfontein, zeefontein, olifantfontein, die wil ik. En die wil ik hier. Kutzooi. Dat past dan weer niet. Hebben die iets anders of zo? Oh wacht, ik weet wel wat. We kunnen een ding voor de kleine Google kinderen gaan maken. Een soort van zo'n speeltuin. Dat zei iemand al, maak speeltuin voor de kinderen. Oké. Okay. Wel Harry, hoe heet het? Gaan we dat nu ook doen? Dit wordt gewoon episode savanne. Oké. Okay. Zo. Kan ik niet? Nee. Oké. Okay. Nice. Hek eromheen. Zo. Pad eromheen. Zo. Aardse flat. Zo. Nou, speeltuin. Nou, dan gaan we even dingen erin plaatsen natuurlijk. Wat voor shit hebben we allemaal? Goed, springcushion. Is goed, daar, prima. Een van de schildpad trampoline. Prima. Klimding, prima. Even kijken, wat van die leeuwautomatische shit. Prima, jongen. Doe maar, leef je helemaal uit. Zo. Ik vind het allerbest. Even kijken. Zijn we nog zo'n nijlpaard ding en een eland ding of zo? Kijk, dan hebben we die in een zeepaard geval. Oké, okay, helemaal prima, jongen. Nou, even opening maken natuurlijk. Bezoekers willen een toetje. Alweer, Jezus. Ga dan naar de C1000 of zo. Ik heb hier geen toetjes. Jongen. Waarom denkt iedereen altijd dat ik hier toetjes heb? Wat? Oké, what the fuck ben ik? Van de pool of zo? Wat denk je? Dat ik ijsje verkoop of zo? Dombo's ook altijd. Oké, wel, dat ziet er wel goed uit. Wacht, ik wil nog wel wat plaatsen hier, wat palmbomen of zo. Dat is wel leuk. Kregen we een echt woestijngevoel hier. Zo, kijk eens aan. Het is toch een prima spulplek voor de kindjes. Oké, nou moeten we dus nog even een iets maken hier. Met kraapjes en alles. Dus maken we hier ook meteen maar een soort plein ding van. Zoiets als dit of zo, I don't know. Oké, nou moeten we even kraapjes. Anders krijg ik gezicht met die bezoekers van een toetje. Even kijken, goed wel. Toetje. Sushi is een toetje. En een salade is ook een toetje. Broodjeskraam kan ook een toetje zijn, als je maar gelooft. Saladekraam, prima. Frisdrank, prima. Waterkraam, prima. Helemaal goed. Oh, wacht, hier hebben we nog wat soort fruitkar. Fruitkar is prima. En dan doe ik nog even een suikerspin kraam of zo. Popcornkar. Ook goed. Zo, zetten we daar neer. Een wafelkraam of zo. Al zijn het geen wafels, maar bagels. Maar dat maakt niet uit. Zo, oké. Oh my god, kind is blij. Oh my god, dat is die kind met die stomme tumor weer. Jezus, stom kind. Donder op. Even kijken, nou moeten we er even een restaurantje zetten. Nee, even kijken, restaurant. Ik wil een familierestaurant. Ik wil een familierestaurantje. Oké, familierestaurant, zo. Waar zetten we dat dan neer, in Jezus' naam? Even kijken. Hier is genoeg ruimte voor een verblijf met koalas of zo. Dus als jullie in de volgende episode een koala willen laten, even achter in de comments. Grijswolf is ingestorven van ouderdom, oké. Dat is leuk. Eigenlijk niet, maar dat gaat niet om. Wacht, kan ik? Ja, dat kan niet, damn. Nou, dan maar niet zo'n ding. Dan doen we dat wel een andere keer. Oké, even kijken, goed. Nou, broodjeskraam hier neerzetten. Broodjeskraam, nog een broodjeskraam. Kebabkraam of zo, I don't know. Ik vind het allemaal lauw. Dit er even bij. Lauw kebab, dat is ook niet echt lekker, maar goed. Even kijken, nou moeten we nog even wat leuke dingen neerzetten. Natuurlijk, ik van die dingen zo, dan kunnen de mensen allemaal zitten en alles. Zo. Kunnen de mensen zitten. En dan zetten we er even wat bankjes neer, dan kunnen ze hier ook nog zitten eventueel. Het zijn gewoon allemaal luie mensen, dus ja. En dan moeten we nog afvalbakken er neerzetten natuurlijk. Even kijken, dan zetten we hier een afvalbak. En hier een afvalbak. En dan hier één. Hier één. Anders smeren ze alles eronder. Bezoekers willen een toetje. Kom hier dan heen, Mongolen.
Nou, dan moet ik toch donatieboxen hier neerzetten. 1 donatiebox. 2 donatiebox. 3 donatiebox. 4 donatieboxen. Prima, prima, prima. Dan moet ik ook nog even wat van die overkapjes er neerzetten natuurlijk. Zo. Zou ik deze zoo eigenlijk voor download neer kunnen zetten? Dat mensen hem kunnen downloaden. I don't know. Kan dat? Kun je de map van Zoo Tycoon sharen eigenlijk? Laat het even achter in de comments. Ik ben wel benieuwd. Het zou cool zijn natuurlijk, maar oké. Okay. Even kijken, oh zo'n ding. Die moeten we hier even neerzetten, zo. Dan kunnen de bezoekers in ieder geval de weg terugvinden als dat ja, nodig is. Even kijken, goed, dan moet er even zo'n spiekgeval moet er even staan, zo. Kunnen mensen de dieren bespioneren. Oké, okay, en dan moet ik nog allemaal bankjes neerzetten natuurlijk, ja. Anders krijg ik weer gezegd, mensen willen graag even zitten. Kan eigenlijk overal allemaal goed. Nou, gaan we even lopen hier. Oh, oh, moet je kijken hier zo. Mooi hier zo, allemaal familie zo hier zo. Ja, waarom zeg ik dit hier zo? I don't know. Kan ik op zo'n ding? Ik wil op zo'n ding, kan dat? Meneer, ik wil graag even een wafel. Geef mij zo'n wafel, jongen. Die dingen zien er wel lekker uit. Even kijken. Nee, dat wil ik niet in. Wacht, ik moet nog even dierzorgs. 1, 2, 3. Taak. Je krijgt ook even een taak. Kijk, en heb jij al een taak? Jij hem rolt? Nee, oké. Okay. Ik vind het helemaal prima. Oké, okay, dan moet ik even maintenance workers. Kan ik je ook taak geven? Nee, oké, okay, dat kan ik niet. Helaas, pindakaas. Nou, in ieder geval jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Dit was weer een hele leuke episode van de Durpsoe. Best wel een lange episode, maar ik denk wel dat het een ja, leuke episode was. We hebben echt 3 dieren geplaatst. 3 verschillende dieren. Oh mijn god, het is december al. Nice. Komt de kerstman. Dus we moeten iets van rendieren gaan doen ofzo. Dus ja, laat even achter in de comments wat voor dieren ik in de volgende episode moet plaatsen. Zoek even op Google gewoon Zoo Tycoon 2 Ultimate Collector's Edition dierenlijst. Dus dan kom je gewoon een lijst tegen met allemaal dieren. Misschien staat er wel iets in de comments of in de beschrijving. Waar ik ja, daar naartoe verleid van jullie. Ik denk dan nou, in de comments eventueel. Maar goed, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken allemaal. Wil je meer zien? Laat een like achter. Bij genoeg likes. Zo snel mogelijk een volgende episode. En natuurlijk bij genoeg comments. Abonneer als je het nog niet hebt gedaan. Volg mij even op Twitter. @ShadowGames23. Kom op jongens. Volg mij even op Twitter. Je ziet zoveel updates van mij. Maar goed, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. En dan spreek ik jullie later. Dus ja, later met ze.